Verveel jij jou ook soms? Dan heb ik het perfect boek voor jou, namelijk Watervries. De auteur is Dirk Brakke en hij heeft het boek geschreven in 2019. De genres zijn vooral misdaad en geweld en drama. Het hoofdpersonage is Sien. Sien is een moedig meisje. Sien is 17 en ze heeft een moeilijke jeugd gehad. Daarvoor heeft haar mama gezorgd. Dit is haar mama. Haar mama is nogal wat raar. Ze vindt dat Sien te veel aandacht krijgt van haar man, Sien papa's dus, en dat zij helemaal geen aandacht krijgt. Ze komt ook elke avond dronken thuis en heeft Sien in een bad willen vermoorden. Dit is de papa van Sien. Het is een lieve man en hij zorgde goed voor Sien. Sien kon hem als enige vertrouwen. Jammer genoeg is hij nu dood. Sien kwam terecht bij tante Gabi. Tante Gabi is lief en is de zus van haar papa. Maar ze heeft een nieuwe vriend, Steven. Steven is ook heel erg raar. Hij is zo een beetje verslaafd aan haar. Zo ziet Steven er een beetje uit met Sien. Ze voelt zich natuurlijk heel ongemakkelijk en beslist ze om een appartement te zoeken. Ze heeft een nieuwe buurvrouw en dit is haar broer. Hij is heel lief en ze leren zich wat beter kennen. Zo wordt ze er verliefd op en hij wil dat ze haar watervrees overwint. Ik ga het einde nog niet te veel verklappen, want hiervoor moet je het boek Watervrees zelf lezen. Wat ik wel kan zeggen is dat ze met veel problemen doorheen het boek zal rondlopen. Eerst vond ik het boek heel saai, maar daarna, na meer te lezen, vond ik het boek wel leuk. Ik vind het een gedurfd boek, maar tegelijkertijd ook spannend. Ik vind dit boek echt een aanrader.